Hallo mensen van R&A Gaming. Ik ben Jeroen en vandaag spelen we Cloudberry Kingdom. Het is een soort uitleg, review, whatever je het wil noemen. Even een kleine samenvatting. Woensdag zou dit spel uitkomen. Ging niet door, want Steam had moeite te doen. Dus het komt vanavond om 7 uur komt het uit. Ik vind het een super vet spel. Nou, dat ga ik natuurlijk jullie even laten zien wat voor spel het is. Het is al best lang in de maak. Ik ken het ook al best lang. Ik heb het alleen de laatste tijd niet echt gevolgd, omdat andere dingen en zo. Dus toen kwam het er niet echt van. En ik zag het laatst ergens bij een video van iemand. Toen dacht ik van, oh ja, die game was best vet. Die wil ik ook. Dus toen heb ik gemaild voor een review copy. En die kreeg ik. Dus ik heb al wat gespeeld. Ik ben een wizard. En ik ga het gewoon jullie even uitleggen. We beginnen gewoon met level 1. I'm Bob. Hello. De levels worden zo gebouwd dat ze zeg maar altijd mogelijk zijn. En ze worden door de computer gemaakt. Natuurlijk zal ik nu niet even goed zijn als dat ik niet zou praten. Maar ik doe in ieder geval mijn best. Je hebt lasers overal, je hebt zoveel levens. Als je 20 muntjes hebt, dan krijg je een nieuw leven erbij. Of muntjes, diamantjes, kristallen, hoe je het ook wil noemen. 20 krijgen een leven. Oeh. Ik probeer ze altijd allemaal te pakken. Want als je ze allemaal pakt in een level, het kost wel tijd hoor, maar... Dat is het op zich. Volgens mij maakt tijd in de escalation normaal niet zo heel veel uit. Voor zover ik tot nu toe heb kunnen zien. Als je Time Attack speelt, dan gaat de tijd heel snel. Maar ja, dit is level... Ja, het wordt dus... De computer bedenkt een soort pad voor jou. Oftewel, jij... hoe moet je dat noemen? De computer maakt een pad die mogelijk is. En daaromheen verzint hij allemaal objecten. En ja, hoe die objecten dan staan, dat maakt niet uit. Maar het level is mogelijk. Ik zal jullie daar even een insane voorbeeld laten zien van hoe het ook mogelijk is. Ja, het is gewoon lopen. Het is gewoon het einde gaan halen. En dit is de normale. Het wordt, hoe verder je in deze modus komt, hoe moeilijker het wordt. Je hebt ook een jetpack. Jetpack vind ik wel heel erg lastig. Ik kan er echt niet mee overweg. Daar kan ik heel slecht mee overweg. Maar iedereen heeft daar zijn eigen dingen mee natuurlijk. Dus je hebt een jetpack, je hebt Tiny Bob, Big Bob. Die zijn op zich wel cool. Big Bob is ook best makkelijk. Daarmee sta ik ook al best hoog in de leaderboards volgens mij. Big Bob is gewoon... God, Jezus, ik ben echt heel snel in een jetpack. Je hebt dus een Bouncy, dat is een pony. Die heb ik nog niet geunlocked. Dan moet ik eerst Jetman level 25 halen. Dan Bouncy level 25 en zo kon je steeds nieuwe dingen... Ik heb nog niet super veel kunnen spelen, want ik heb de laatste tijd niet heel veel tijd gehad. Maar dat maakt niet uit. Het is wel echt super vet. En hoe verder je komt, hoe beter je erin gaat worden. En je hebt dus een Jetman, je hebt een Bouncy, Spaceship kun je zijn. Die is volgens mij best wel lastig. Je hebt een Fat Bob, een Tiny Bob. Fat Bob is wel chill. Tiny Bob springt echt belachelijk hoog en is best wel moeilijk. Gravity Bob, ik heb geen idee. Double Jump, die is best wel chill. Wheelie is heel irritant. Heel erg irritant. Rocketbox, nooit gespeeld. Dus daar heb je allemaal coole dingetjes. Time Crisis zal ik dan even laten zien met Fat Bob. Dan gaat het allemaal lekker snel. Time Crisis moet je gewoon zo snel mogelijk levels gaan halen. Dan gewoon hop, 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 klaar. Hop, de, hup, hup, klaar. En zo ga je gewoon al die levels zo snel mogelijk. Want jij, je moet niet doodgaan. Er zitten soms die hele irritante jumps in. En nou ja, je hoeft niet. Elk dingetje geeft je zoveel seconden of zo, ik weet niet. 2 seconden volgens mij per diamantje. En je krijgt natuurlijk ook weer de. Oh, Jezus. Het is moeilijk om aan te praten en op te letten. Je krijgt natuurlijk ook een multiplier. Hoe meer van die kristallen je. Elke keer als je een perfect krijgt aan een level, oftewel alle kristalletjes oppakt, gaat je multiplier. Verdubbelen of 1 omhoog. Ik weet niet precies. 1 omhoog. Dus van 1 naar 2, van 2 naar 3. En zo gaat die multiplier steeds hoger. Oftewel, je krijgt ook steeds meer punten voor een kristal en voor een perfect. Zoals je zag, kreeg ik net 6000 voor een perfect. Terwijl ik er nu 7000 krijg. En zo gaat het steeds omhoog. En die multiplier zit nu op max 8. Maar hoe verder je komt, hoe meer die omhoog gaat. Dus op een gegeven moment kom je op een multiplier van plus 55 of zo. Het gaat in ieder geval, dan zit je wel echt op level 200 of zo volgens mij. Daarvoor ben ik tot no way geweest. Hier kijk, multiplier increased. Nu kan ik waarschijnlijk tot 10 of zo. Moet ik niet in die lasers blijven lopen. Dat is
zal ik eens even kijken wat de multiplayer is. Ik vind het echt een super verslavend spel. Het is echt veel te leuk. Je blijft het spelen. Oh. Dit is de classic mode. Je hebt ook nog een Hero Rush. Wat dat precies inhoudt, weet ik niet helemaal. Dan moet ik player level 250 voor zijn. Zelf heb ik nog niet gespeeld. En Hybrid Rush. Ik denk dat Hero Rush iets is dat je gewoon bij elke deur een nieuwe soort hero krijgt. Dus je gaat erin door de deur en dan krijg je een double jump en dan krijg je een jetpack. Zo elke keer opnieuw volgens mij. En Hybrid Rush, dat weet ik niet precies. Je hebt ook een story mode. Die ga ik niet doen, want dan crash bedeel ik zo weer. Maar zo ga je gewoon alle levels door. En ik weet niet of deze door de maker zijn gemaakt of ook gewoon random gegenereerd. Maar dat is in ieder geval een soort story mode. Er zit een best coole cinematic in. En de freeplay. Dit is sick. We gaan het even op zijn moeilijkste zetten. Gewoon op zijn alle moeilijkste. You will see how insane it is. Maar het is mogelijk. De levels blijven mogelijk. Damn! Oké, ik... Wacht. Ah, bijna. Wacht. Ah, ik stond op een platform. Even kijken, er is een knop. Weet ik niet welke knop het is. En dan moet ik even kijken hoor, welke knop dat ook alweer was. Nee, deze. Enter. Nu ga ik de computer doen. En ja, zo zie je maar weer. Het level is gewoon mogelijk. Het is gewoon mogelijk. Het is echt insane. Wacht, ik zal hem even op een soort langzamer. Oh. Dus je springt op dat platform zo, boep. En dan ga je door. Als je dat gaat doen, jongen. Oh, hij raakt een bom. Oh, ho, ho. Dus ik moet op dat platform. Nee, ik moet op dat platform springen. Ik moet op dat platform springen. Dat platform. Oh, ik stond erop. Oh, damn. I'm too pro for this game. Ik stond erop. Damn. Oh. Ik sprong verder. Maar zo zie je maar, de levels zijn echt sick. Echt heel erg sick. Je kunt hier ook elke hero zijn. Ik zal eens een paar heroes gewoon proberen. Pleur dit maar even op random. Reset. Nou, random. Start. Ja, random start. Volgens mij wordt dit best lastig. Maar ik ben nu een spaceship. Oh mijn god. Dit is best lastig. Wat? Oké, andere tactiek. Oh mijn god. Oh wauw, dit is zo moeilijk. Oh, ik was er bijna. Combo. Oké, even kijken. Jij hebt nog meer. Wat hebben we nog meer? Spaceship. Oh. Hero in a box. Continue. Start. Hero in a box. Oh, je kunt. Fucking hell. Je kunt alleen bewegen als je springt. Wat het dus wel echt fucking moeilijk maakt. Maar zeker niet onmogelijk. Maar wel echt heel erg lastig. Ah. Oh. Ja. Nah. Hero in a box is echt fucking moeilijk. Wat hebben we nog meer? Pony, Bouncy, Rocketbox. Oké. Facebomb die verandert. Gravity box. Weet ik niet. Ik wil nog even Rocketbox zien. Rocketbox doet dus. Die hoef je geen eens gas te geven. Ah, damn, dat is moeilijk. En dan hebben we nog Bouncy Bob.
Eens even kijken. Poing, poing, poing. Oh, hier hoef je gewoon niet te springen. Ah, dat is zeker moeilijk. Oh wauw, dit is wel echt heel erg lastig inderdaad. Wat? Ik weet... Waarom word je geraakt dan? Door een visje. Oké. Nou ja. Ik vind deze game echt super vet. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Misschien ga ik nog meer video's maken van deze game. Als jullie dat graag willen, dan worden het meer van die rage-achtige, leuke, grappige kutfilmpjes. Dit is in ieder geval een review. Hij komt vanavond om 7 uur uit. Ik vind hem zeker de moeite waard voor 10 euro. Ja, als jullie hem ook goed vinden. We kunnen niet samen spelen, er zit geen online multiplayer in. Maar we gaan zien. Misschien vinden jullie deze game ook vet. Ik vind hem in ieder geval sowieso vet. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie bij een volgende video op RNA Gaming. Later.